Ja, dat is natuurlijk heel erg jammer voor het Westland. De markante punten verdwijnen. Dit zijn beelden van februari dit jaar. Rondom het huis aan de Nieuwe Weg vindt al volop activiteit plaats. En nu moet ook de tuinerswoning zelf eraan geloven. Een woning met een rijke geschiedenis. Het is een van de bedrijven die voor het Westland heel veel betekend heeft als het gaat om de innovatie. Het is in 1900 gebouwd door Cornelis van den Berg, die daarvoor uit Indië kwam en op plantages had gewerkt, had gezien hoe daar ging. En toen hij hier terugkwam, toen bedacht hij dat het in het Westland ook wel zou kunnen. Op zo'n grote schaal als een plantage, als het ware je bedrijf opzetten. En daar was hij uniek in. Hij kreeg dus ook mensen van buiten die hier kwamen kijken. Vanuit Frankrijk, een journalist, vanuit overal vandaan. Dit was als het ware een leerschool voor hoe je tuinbouw efficiënter kan maken. De villa maakt tientallen jaren onderdeel uit van een druiventeeltperceel. Er komt een paprikatuinder en die heeft de woning niet meer nodig. Het klassieke houtwerk aan de voorkant is al gestript. Een van de dingen is toch wel dat een tuinderswoning gewoon te weinig waarde heeft, financieel gezien, om daar veel geld in te steken. Onzekere toekomst heeft zo'n gebouw. En ja, in de loop van de tijd moest het ook geïsoleerd worden. Dus toen was al gezegd, ja, als er geen stukwerk op de buitenkant had gezeten, dan had het veel meer waarde nog gehad. En om dat terug te krijgen, dan moet je iemand hebben die gewoon zo liefhebber is en echt geld in wil steken. En ja, dan had het bijvoorbeeld een hele mooie bed and breakfast hier kunnen worden of een andere functie kunnen krijgen.